Basisschool De Hasselbraam in Haren heeft net zoals elke school een anti-pestbeleid. Maar op De Hasselbraam hebben ze nog wat meer. Ze hebben een methode, een doos of een huis vol gevoelens. Docent Angela van Genen van groep 5. Kun je wat uitleggen over deze methode en waar is het voor nodig? Nou, we gebruiken deze methode al een aantal jaren. En het is meer om de kinderen herkenbaar te maken dat er verschillende emoties zijn. En dat ze die ook kunnen benoemen. Er zit heel veel plaatmateriaal in, waardoor het voor de kinderen ook visueel gemaakt wordt. Muziek zit erbij, zodat ze ook verschillende soorten muziek, waar verschillende emoties kunnen herkennen die erin voorkomen. Er zit ook heel leuk spelmateriaal in. En de kinderen, wat ik net al zei, herkennen daarin verschillende emoties. En je merkt toch wel de laatste jaren dat kinderen dat steeds moeilijk vinden om ook de emoties te uiten. En die bij andere kinderen te herkennen. En dat je ook in verschillende situaties op ieder kind op een andere manier kan reageren. Dus dat is wel heel herkenbaar voor je. Ja, dit is spelmateriaal voor in de onderste klassen. Dit is voor de onderbouw. En er is een iets moeilijkere variant voor de bovenbouw. Maar ik kan me voorstellen, kinderen van 10, 11, 12, die hebben het allemaal wel gehad. Die blije gezichtjes. Hoe gaat dat, juffrouw Mirelle Voskes van groep 6 en van groep 8? Met grote kinderen? Nou ja, op zich doen grote kinderen ook met deze methode mee. Dus je praat dan over wat moeilijker termen. Dus inderdaad, wat ben je nou als je ontgoocheld bent? Dus daar heb je het ook zeker over. Maar we merken ook dat oudere kinderen toch in hele andere situaties zitten dan jongere kinderen. En ja, dan met name zien we dat computer en internet aan de orde komt. En daarvoor hebben we dan nog gaan we werken binnenkort met het diploma internet, diploma veilig internet. En waarin kinderen leren hoe ze met het internet heel praktisch om moeten gaan. Maar ook leren van ja, hoe ga je om met je contacten op MSN. Als je op Hive zit, wat doe je dan? En digitaal pesten wat daarbij komt kijken is dan ook echt een belangrijk onderwerp. Het wordt gedaan ook om kinderen daarbij te brengen. Ja, ook pesten op internet met wat meer afstand nog, dat je elkaar niet kan zien. Het is alleen nog maar lastiger eigenlijk om de gevoelens te herkennen. Ja. Ja.